Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. In het groepsgevechttoernooi vechten Johannes en Mattie tegen Kiyoya en Benke om te zien wie er door mag naar de laatste vier. Tegen Benke en Mattie is gezegd dat ze niet mee mogen doen, maar beide bladers negeren dat en proberen elkaar uit te schakelen. Mattie probeert haar teamgenoot te helpen, maar Johannes schreeuwt naar haar dat hij dat niet wil. Zowel Benke als Mattie worden verslagen, zodat Kiyoya en Johannes moeten gaan uitvechten wie er gaat winnen. Johannes valt keihard aan, maar Kiyoya is er klaar voor. Hij lokt links in een zandstorm en lanceert Lyon's nieuwe special move, Koningsleeuw Tandenbreker. Links trapt erin en de B wordt het toernooi uitgegooid. Johannes en Mattie zijn verslagen door Kiyoya en Benke. In het laatste gevecht van de dag vechten onbekende bladers. Het team van Aguma en Bao verslaan hun tegenstanders met verwoestende aanvallen en komen bij de laatste vier. Bao vertelt dat hij en zijn partner leden zijn van een groep die Balin Fist heet. Dat zijn bladers die jaren geleden verbannen zijn uit de Balin-tempel. Hij belooft aan Dashan en de anderen dat zij dit toernooi zullen gaan winnen om zo de B-glorie te herstellen die zijn voorouders van hen hebben afgenomen. Cosmic Tornado. Waar brengen die gasten ons toch helemaal naartoe? Wanneer zijn we nou al bij het stadion? Ik wil beginnen met die halve finale. Meneer Jinga, kijk daar eens. Denkt u dat we daar naartoe zullen gaan? Hé, hey, is dat een B-stadion? Hoe gaat ie? Dit zijn de players die de halve finales gehaald hebben en ze zijn eindelijk hier! Zet hem op allemaal! Dit is het grootste groepsgevecht toernooi ter wereld! De Riemel! En het podium voor deze halve finales is in het prachtige Hemelstadion! Wow, je kunt de grond niet eens zien! Ik vraag me af wat er gebeurt als iemand naar beneden valt. Huh? We kunnen maar beter even onze levensverzekering nalezen. Nog twee keer. Als we nog twee keer winnen, zal onze grootste droom uitkomen. Vanaf de dag dat wij van de Balin Fist de strijd verloren van de bladers van de Balin Tempel, werd ons leven ineens ontzettend zwaar. We wisten niet wat voor een toekomst we hadden. Maar vanaf dat moment was ons enige doel om ooit de oorspronkelijke school te verslaan. Dus ons hele leven bestond alleen nog maar uit harde en gedisciplineerde training. En toen, na bijna 2000 jaar van trainen en afzien, kwam onze dag. Een wonder kwam zomaar uit de hemel. Wow! Wat er gebeurde, is dat de hemel ons koos. De Balin-tempel is niet langer meer een bedreiging voor ons. Nu hebben we de kracht om die school totaal te vernietigen. We kunnen eindelijk wraak nemen. En we zullen het heel China laten weten. Nee, de hele wereld. Huh? Iedereen zal weten dat de 100 scholen van Balin Fist zonder twijfel de sterkste Beyblade-scholen zijn. Ik moet zeggen dat ik verrast ben en geschokt dat de Balin Fist na al die tijd nog bestaat. Maar wat ik niet kan geloven, is dat zij nu de kracht van het Star Fragment gekregen hebben. Dat is heel vreemd. Waarom koos het zo'n groep schurken als de Balin Fist in plaats van onze Balin Tempelschool? Geen idee. Maar we moeten het uitvechten met de Balin Fist. De B's van de Balin Tempel willen beschermen. Maar hun B is krachtiger geworden en nu willen zij alleen maar aanvallen. Ze hoorden ooit bij onze school. We zullen ze moeten tegenhouden. Dat is onze plicht. Ja, zeker weten. Want de eer van de Balin Tempel staat op het spel. We moeten winnen. Zo is dat. En snel. Ik zal u nog een keer voorstellen aan de teams. Het eerste gevecht van de halve finale daartussen. Het is Giant Duty tegen
Ik weet helemaal niks van deze Balin-vist of die dieprode flits. Maar ik weet wel dat ze niet verder zullen komen. Zo is dat! Kiyoya en ik gaan gewoon door naar de volgende ronde. Hoor je me? Echt waar, jongens? We moeten wel opletten, oké? Hij heeft een sterke been. Koningsleeuw tandenbreken! Dus de legendarische bleder van China's tegenstander is Kiyoya. Interessant. Dit is wel een mooie manier om te bekijken hoe sterk hij werkelijk is. Het is tijd om te gaan zien wie er wint en doorgaat. En wie er verliest en naar huis kan, mensen. Dan gaan we nu beginnen met het eerste gevecht van de halve finales. Oké? Let op! Huh? Wat? Moeten wij daar overheen? Blijkbaar wel. Kom op, Yuki. Wacht op mij. Meneer Jenga. Hey, doe voorzichtig, Yuki. Het spijt me, meneer. Wow. Geweldig. Wat is er? Hou op met die onzin en kom hierheen. Wat zeg je nou? Meneer Jenga, niet zo schudden. Dat probeer ik ook niet. Phew. Ik dacht dat het afgelopen was. De brug. Jenga. Ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is dan eindelijk zover dat ik weer tegen je mag vechten. Ik vind dat ook leuk, de Cheyenne. Yuki Mizusawa. Zorg ervoor dat je Jenga niet weer in de weg gaat lopen, oké? Ik ben veel beter geworden, hoor. Onderschat me niet, begrepen? Kom op, Jenga. Laat me de nieuwe kracht van Pegasus maar eens zien. Ik vind dat ik lang genoeg gewacht heb. De kracht van Pegasus, hè? Dit is een nieuwe special move van Fang Leon en mij. Koningsleeuw tandenbreken! De nieuwe kracht van Pegasus? Oké, ik zal het je laten zien. En na jou zal ik het ook aan Kiyoya laten zien. Let op, want daar gaan we! 3, 2, 1, let's rip! Vooraan, Pegasus! Volg hem, Anubius! Hou die aanval tegen, Suraffa! Ga nu, Lacerda! Ga nu! Solide ijzeren muur! Het Gioen van vandaag is totaal iemand anders dan het Gioen tijdens het Beyblade wereldkampioenschap. Na veel trainingen en veel verbeteringen is er niemand meer die door de solide ijzeren muur heen breekt. Ga, Suraffa! Nog een keer! Opnieuw! Meneer Jenga? Het lijkt wel alsof een van hen aanvalt en de ander verdedigt. Daar lijkt het inderdaad op, Yuki. In een groepsgevecht draait het allemaal om combinatie. Een aanvalsbeen. Een verdedigingsbeen. Die twee werken echt prachtig samen. Daardoor krijg je de perfecte combinatie. Ik snap het. Aanval en verdediging. Nou, dat kunnen wij ook wel, jongens. Yuki? Ja, je mag het proberen, maar jullie hebben toch al verloren. Ga nu, Anubius. Is goed. Hij gebruikt de kracht van Lacerda om rond te cirkelen. Niet goed genoeg. Wat? Solide ijzeren muur. Oh nee! Lacerda! Anubius! Hun aanval en verdediging, hebben ze dat gewisseld? Ze vechten dit gevecht vanuit de loopkragen. Je bedoelt de loopgraven? Oh, zeker. En een team dat gisteren pas is ontstaan, zal dat nooit voor elkaar krijgen. Oké, nu is het onze beurt. Hey, doe voorzichtig, Yuki. Oké. Dit is een kans. Wat? Ga nu, Rock Suraffa! Jij ook, Lacerda! Oh, nee! Pegasus! Oh, ja! Oh, hij had hem bijna. Meneer Jenga, we kunnen niet zo doorgaan. We moeten door een verdediging heen breken. Goed gezien. Ga, Anubius!
zo'n zwakke aanval als deze doet Jiuns Lacerda helemaal niks. En wat vind je dan hiervan? Vallaan! Oh nee! Pegasus, Juice en Maatje Anubius van achteren aan en maakt zo een duo aanval! Jullie hebben er wel een combinatie van aanval en verdediging, maar wij tweeën gebruiken onze krachten samen en maken iets heel anders, een duo aanval. Dat stelt niks voor. Wat nu weer? Oh jongens! Deze keer duwt Zulapa de solide ijzeren muur van Lacerda aan met zijn eigen solide ijzeren muur. Dubbele problemen dus! Dat is pech voor jullie! Jullie idee was goed, maar ik ben bang dat het niet bij ons gaat werken. Chiyun, het wordt tijd dat we het gaan afmaken. Duo Special Move! Superieure hemelse vernietigingspalm! Huh? Wow! De Duo Special Move komt met een keiharde knal op Pegasus en Anubius neer! Ze vliegen allebei hoog door de lucht! Eindigt dit in een stadium out? Ah! Yuki! Ah! 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 Yuki! Jenga! Hou goed vast, Yuki! Indrukwekkend, Jinga. Is alles oké, Yuki? Ja, ontzettend bedankt, meneer Jinga. Ze zullen ons niet zomaar laten winnen, of wel? Dan doen we het gewoon nog een keer. Yuki, zorg dat je deze keer stevig staat, zodat je niet naar beneden valt. Duo Special Move. We mogen niet nog een keer geraakt worden. Begrepen? Oké, Anubius! Dat kan niet! Shion, als jij het schild voor meneer de Shine bent, dan ben ik gewoon het schild voor meneer Jinga. Goed? Meneer Jinga, ik pak Lacerda wel. Zorgt u voor Zurafa, oké? Oké, laat maar aan mij over. Pegasus! Daag je me uit? Solide ijzeren muur! Daar gaan we, Pegasus! Smijtmodus! Ga! Ah, de solide ijzeren muur zal stand houden! Nog één aanval! Dat zal niet gebeuren. Zurafa, stand zoeken! Zurafa, weer de aanval van Pegasus af en zijn storm zoeken! Meneer Jinga! Ik ben nog niet klaar. Pegasus boven modus. Zurafa, stevige armaanval! Ze zijn even sterk! De Giant, dit kun je! Dus dit is de kracht van Cosmic Pegasus, of niet? Goed gedaan, Jinga. Maar jij ook, de Shion. Het lijkt erop dat ik dit gevecht niet alleen kan winnen door een modus te veranderen. Koningsleeuw, tandenbreker! Wat zou ik doen als ik op dit moment een special move had? Dit is een kans! Huh? Special move, brekende stoot! Pegasus! Oh ja! Hij heeft hem! Pegasus is vastkomen te zitten in een scheur in het stadion! En hij lijkt niet los te kunnen komen! Sorry, Jinga. Het is afgelopen. We kunnen het ons niet permitteren om hier te verliezen. Zurafa! We moeten winnen. Belenvis moet meteen verslagen worden. We moeten dit gevecht winnen. Dat is voor ons de enige manier. Jullie hebben het tot nu toe knap overleefd. Goed, maar jullie kunnen gewoon niet langer de duo-aanval van de Giant en Chiyun tegenhouden. Mooi niet. Geef niet op, Anubius. Het gevecht is al lang voorbij. Je kunt het echt wel, Yuki. Dit gevecht is nog lang niet beslist. En ik ga nu niet opgeven. Ik weet dat ik sterker word. Ik kan het voelen. Ik kan winnen zolang ik niet opgeef. Huh? Dit kan niet. Wat is hij eigenwijs? De Giant! Chiyun! Beslis dit gevecht nu meteen! Jinga! Doe toch iets!
Doe het snel, zegt ze. Ik heb nog één kans. Ik moet mijn laatste draaimodus gebruiken, nu meteen. Wat zeg je? Laatste draaimodus. Het is het grootste wapen van Cosmic Pegasus. Als ik het maar helemaal onder controle kan krijgen. Niet doen! Als jij je grootste wapen gebruikt en je bent er nog niet helemaal klaar voor, zal Pegasus door zijn eigen kracht vernietigd worden. Snap je? Te gevaarlijk! Het kan gewoon niet anders. Pegasus, ik zal nu je controle over moeten nemen, wat er ook gaat gebeuren. Begrijp je wat ik bedoel? Vertrouw me en geef alle kracht die je hebt aan mij. Pegasus, laatste draaimodus! Doe het nu! Ja, mooi gedaan! Kan niet! Anubius! Meneer Jinga, kom op! Pegasus! Nu is het afgelopen, Jinga! Zuraffa! Lacerda! Raak hem hard, Pegasus! Dit is onze special move! Laat hem ze maar eens voelen! Special move, brekende stoot! Daver hem de brug aan! Pegasus! Cosmic Tornado! Kijk! Gewonnen! Als je denkt dat het voorbij is, vind je op het allerlaatste moment toch nog heel veel kracht. En opnieuw wint Jinga. Ook al was hij weer net zo roekeloos als altijd. Niet te geloven dat je het risico genomen hebt. Je hebt jezelf in gevaar gebracht tijdens het gevecht. En alleen maar om op het einde nog alles uit Pegasus te halen? Maar als ik dat niet had geprobeerd, had ik nooit kunnen winnen van jou en Shiyun. Wat? Jinga! Door jullie moest ik zo ver gaan. Maar daardoor ontdekte ik wel een nieuwe special move van Cosmic Pegasus. En dat was dankzij jullie, mijn grote rivalen. En Yuki, mijn vriend, jij ook bedankt voor je inzet. Graag gedaan. Oké, laten we gaan, Yuki. We gaan de volgende ronde ook winnen en dus het hele toernooi. Hij is een waardige tegenstander. Oh ja, dat is hij. Maar nu kunnen wij de Belingvis niet meer verslaan, of wel soms. Dat zullen zij nu moeten doen. Het is nu aan Jinga's team. En Kiyoya's team. Hey Kiyoya! Jinga heeft nu toch ook een nieuwe special move? Het zou erg saai worden als dat niet zo was. Wacht maar af, Jinga. Ik zal degene zijn die jou verslaat in de finale. Let maar eens op. Kom mee. Kiyoya, wacht! Zorg dat je klaar bent allemaal! Wie gaat er door naar de finale? Het Kiyoya Bunkei team of het Boa Kuma team? Benkei? Ja? Luister, ik ga vechten tegen die bouw. Jij houdt zijn partner tegen. Begrijp je me? Laat dat maar mee over. Ik zal zorgen dat hij hier niet in de weg loopt, Kiyoya. Ik had nooit gedacht dat de Belenschool al verslagen zou zijn voordat ze tegen ons moesten. Dat valt me wel tegen. Ach ja, misschien worden we wat vrolijker als we deze gasten verslagen hebben. Dit kan nog leuk gaan worden. Wat was dat? Oké, we gaan beginnen met het gevecht. Daar gaan we! 3, 2, 1. Let it rip! Granuleon! Bow! Ik ben nu jouw tegenstander! Kom maar op! Huh? Laat maar zien! Nu meteen! Wat wil je nou? Ben jij een legendarische bleder of niet? De Belenvist laat zich niet opjagen! Als je vervelend wordt, maak ik je helemaal af! Daar kom ik! Flitsaanval! Kijk daar, die diepe rode flits! Leeuwencycloonmuur! Wat? De tornado van Leon! Stop de aanval van Hardest Crown! Dit kan niet! Echt waar? Is dat alles? In dat geval maak ik er meteen een einde aan. Hij is
ook dezelfde kracht van het licht die wij hebben. Hé, hey, hallo vriend! Ik ben je tegenstander, oké? Okay? Het lijkt erop dat je te veel op mij hebt gelet en niet goed op die anderen. Is het echt? Het was niet Pau die de kracht van het Star Fragment heeft gekregen. Dat was hij.